Zo, avonturiers. Yes. Hallo, avonturiers. We zijn hier. Zijn jullie een beetje klaar voor vandaag? Zeker. We gaan vandaag kijken wie de allerbeste gover Charles Wilhelmus Jacob Zweep is. We gaan van uiterlijk naar avontuur, naar pijn, naar spanning. Wow. Maar pijn heb jij, ik? Shh. Katjuli, waarom denk jij dat jij de beste govert gaat zijn? Ik hou heel erg van avontuur, dat hebben wij wel gemeen. Ik ken je al best wel een tijdje, bro. Ik kan jou wel zijn. Ik ben het dichtst bij de geboorte van mezelf, dus ik kom het dichtst uit de natuur. Ik, nou, ik ga vooral heel goed op jouw manier van lopen, doen van praten en je sties. Ja, ik wou net zeggen, je hebt echt een voorbereiding. Blond haar, jij hebt ook blond haar. Blauwe ogen, jij hebt ook blauwe ogen. Ik hou van reizen en jij houdt ook van reizen. Ik hou van avontuur en jij houdt ook van avontuur. Ik ben lief, jij bent lief. Hey, punten, ja, Romy. Oké, we hebben 2 minuten de tijd. 2 minuten? Om ons aan te kleden. Daar doe ik nooit zo lang over. Ja, je bent wel echt chaotisch en snel altijd, inderdaad. Gewoon bam, 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 aankleden. En daarna, daar gaat het om. Jullie gaan van die kant van de loods naar die kant lopen. En dat kan op welke manier dan ook. Er zijn geen regels. Daar hou ik niet van. Oké, we hebben 2 minuten de tijd. En die gaat in binnen 5, 2, 8, 1, 3/4, 6 seconden. Nu! Ik heb een vraag aan jou. Ja. Moet ik deze pruik op? Want ik vind mijn haar is donkerder dan de pruik. Ja, jouw haar lijkt meer. Het leuke is, Govert die weet dit soort dingen zelf. Nou, dan doe ik het niet. Oké, nou, het hele team is razendsnel aan het omkleden. We hebben natuurlijk ook maar echt beperkte secondes. 1,5 minuut nog maar. 1/4 van de tijd is al voorbij. Ik zie Katjuli snel de trui omdoen. Devin heeft zijn pruikje al aan. Hé, Govert. Vind je dit? Hey, goed. Ik heb mijn haar in de staart en dan ga ik mijn haar zo doen. Kijk, want dit heb jij ook. Oh, dit is een top idee, Romy. Ja, toch? Ja, zeker. Ik dacht al, iemand moet het sowieso gaan doen. Ik heb hier een natuurlijke tattoo, een wijnvlek. Nee, het is een soort van moedervlek. Ah, je doet een prachtig. Zo een beetje is het, hè? Ja. Oké, iedereen weer verzamelen bij de tafel. Ja. Het is zover. Nu gaan we dus kijken wie de beste Govert Zweep is. Katjuli. Ja, ik ben Go Julie. Je hebt een lekker baardje. Ja. Heb jij ook een beetje een wijnvlek? Wow. Ja. En een beetje de zijkantjes. Ja. Devin. Hey, ik heb haar. Nou, leuk geprobeerd. Ik ben gaan voor mijn eigen haarkleur. Vond ik iets beter. En ik heb geen wijnvlek, want ik drink niet als ik aan het werk ben. Wow. Nou, dat doe ik wel. Ja, leuk. Dit is gaaf. Ja, dit is hoedje erbij. Je hebt gewoon veel haar. We rollen gewoon met hetgeen wat we hebben. En we gaan er wat moois van maken. Ja, en Romy, dit vind ik gaaf. Je hebt je eigen haar een beetje omgegooid. Lijkt bijna hetzelfde. Ik heb natuurlijk al rode wangen van mezelf. Dus ik hoef geen wijnvlek. Ik heb al rode wangen. Er wordt hier en daar een beetje meegespeeld. Maar oké, we onthouden het allemaal. Jullie mogen op een bepaalde manier van die kant naar die kant toe lopen. Het moet op een govert manier zijn. Maak het zo spectaculair en episch mogelijk. Of juist lekker timide. Ik ga als eerst. Ja. Precies, geen vragen stellen, gewoon ik de leiding pakken. Julie is druk bezig. Lekker lomp. Ja, dan hebben we daar dus de windturbine. En dan gaan we dus zo meteen in het bootje naar de overkant. En dat wordt super vet. Oké. Oh, ja, nou ja, we gaan gewoon lopen. Ik sta hier dus bovenop een hijswagen. Hoe heet dit? We moeten weer naar beneden. Het wordt een heel spannend stuk. Oké, kan gebeuren. Oké, de voice-overs. Zandstralen tegen ons lichaam aan. 50 graden in de woestijn. Maar we gingen door. Zelfs zover dat we ons eigen urine moesten drinken. Ja! Ja, ik ga het niet vergeven. Heel goed. Nice. We moeten een auto. Auto moeten we blussen. Dus we moeten snel naar de auto lopen. En we moeten blussen. Brandje is geblust. Ja, ik heb een maand hiervoor gewerkt en ik kan nu eindelijk een brandje blussen. Is je koekje lekker? Dat is wel waar. Dat doet hij. Heerlijk. Dat doet hij. Dus nog een keer? Hij doet soms vriendelijk zo met je ogen. Ja, dat is echt lief. Maar zo van lief, zo van heb je een leuke dag gehad? Ja. Heb je een leuke dag gehad? En dan... En kijk, ik heb best wel veel dorst, maar ik moet ook... Ja, plassen. En ik heb geen drinken. Dus ik ga even plassen. En dan kom ik zo bij jullie terug. Ik ben hier heel benieuwd naar. Ik heb namelijk laatst mijn eigen urine gedronken. Zeg je alsof dat heel normaal is? Ja. Even een kijkje. Nee. Nee, man. Kijk. Nee, man.
Is dit jouw eigen plas? Ik heb super veel dorst en er zitten zeker afvalstoffen in urine. Dat is waar, maar ook heel veel gezonde stoffen. Dus ik ga nu mijn eigen urine drinken. Je bent de baas! Oh. Lekker bezig! Maar laat eens ruiken. Dit is appelsap. Het was lastig. Iedereen had zijn verschillende elementen. Ja, en Gino, ik vond jou wel eigenlijk het allersterkst. Ja? Ja. Oké. Het is gewoon de vibe. De vibe? Ja. Jij hebt punt nummer 1 van de 3. Dat betekent dus wel dat we nog 2 punten moeten gaan verzamelen. En dat gaan we doen in ronde 2 en de nummer 3. Oké, lieve avonturiers. Voor jullie ligt hout. Steen. Lucifer. Waar lach je om? Steen. Papier. Jullie krijgen onbepaalde tijd voor mij. Maar ik kies maar 1 iemand uit die de beste survivalaar is. Let's go! Ja! Oh, Romy heeft als allereerste vuur. Ja, dat ging wel heel snel. Het is snel, maar de vraag is natuurlijk, is het ook goed vuur? Zie je een tak? Ja, dat zijn takken, zeker. Waar heb je die vandaan? Hier achter snel gaat wit. Ogen open houden, mensen. Je moet je ogen heel goed open houden. Tel, wat ben je aan het doen, Def? Ik ben allemaal takjes erbij aan het gooien. Blokken eromheen, een beetje als afbakening voor de wind. En zodat er genoeg zuurstof doorheen kan komen. Een rare techniek. Ja, ik weet het. Maar het werkt wel, want er zijn vlammen. Ik kan er maar 1 iemand winnen, maar ik ga hem toch aan 2 avonturiers geven vandaag. En dat zijn de volgende 2 avonturiers. Romy en Devin, komen jullie naar me toe? Naar de grote kerk. Zij wel, er zit geen druk achter, geen snelheid. En dat klopt ook wel, want uiteindelijk had ook de rest wel kunnen overleven. Maar goed, soms gaat het ook je snelheid. Jij bent een overlever. Wow. Jij bent een overlever. Yes. Dankjewel. En we gaan door naar nummer 3, ronde nummer 3. Laatste challenge. Ja. Zo, hij is koningin. Oh. Koningin. Is het een beetje koud, Jochem? Dit is echt 30 graden of zo. Dit was een grapje, hey. Ik maakte een grapje dat het warm was. Govert is eigenwijs. Als je daar geen zin heeft, doe je dat gewoon lekker niet. Maar ik sta jullie bij. Wat? Op de Govert zweep manier. Je gaat het niet doen. Nee. Heb je zin in? Ja. En in de wereld van Govert kan dat allemaal. Ja, dan heb ik er ook geen zin in. Nee, jij moet. Nee, jij moet. Waarom? Ja, omdat jij de andere kant van Govert zweep bent. Maar jij bent Govert niet. Ik ben Govert wel. Wie er het langst in zit, die wint. Dit is de laatste opdracht. Tactiek is zorgen dat ik mezelf vind in het water. Ik ben er klaar voor. Rustig in die mode komen, in die staat van zijn en gaan. Ademen, blijven ademen en rustig blijven. Net als Govert 2 gaan we het doen, lieve mensen. Oké, let's go. In dat ijskoud. Dit in dat ijskoud, man. We gaan ervoor, let's go. 3, 2, 1. Let's go. Let's go. Let's go. Ademen, mensen. Ademen. Ja. Oké, schouders eronder, schouders eronder. Ja. Tegen die diamond vechten. Jochem, zakken, Jochem. Zakken, Jochem. Doorgaan. Niet luisteren naar jezelf. Doorgaan. Nee, ik kan niet verder. Ik ben te groot. Nee. Ik kan niet verder. Ik kan echt niet verder. Concentratie voel ik. Ik merk gewoon dat ik heel erg op mezelf ben gefocust. Ik probeer alles gewoon te elimineren. Ik ben gewoon hier met mezelf en that's it. Wat voel je? Wat gaat er door je heen? Ik probeer tot de rust te komen. Ik begon even een beetje in de shake. Maar ik voel nu iets meer controle in mijn lichaam. Totdat ik straks op een gegeven moment warm ga worden van binnen. En dan ben ik echt chill. Alleen mijn armen zijn nog een beetje koud. Maar ik zit op goede... Goeie golflengte. Goeie lijn, ja. En? Ja, ik ben oké. Ja? Ish. Ik moet zeggen, ik ben verbaasd. 3 van de 4 zitten er op dit moment gewoon nog in. En we zitten al zeker op... 6 minuten. Jullie zijn alle 3 mega goed. Dankjewel. Jullie hebben echt... Nee, jij niet. Jullie hebben deze ronde echt laten zien wat jullie kunnen. Gino en Jochem, leuk geprobeerd. Maar ja, als je de laatste ronde niet wint, dan kun je dus helaas ook het hele spel niet winnen. Titie gaat nu tussen Romy, Kajuli en Devin. Jullie staan gelijk. Jullie hebben allemaal evenveel punten. Maar vandaag is toch echt maar 1 iemand de winnaar. En het is een moeilijke keus. Devin? Ja? You're the winner. Yeah! Echt complimenten. Heel goed gedaan. Dankjewel. Dit was Wie is de Beste. Tot de volgende keer! Yeah!